Hoi, leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het is weer zover, ik heb weer boodschappen gekocht. Vorige week was er niet een video en dat had te maken met dat wij op vakantie gingen. Dat was natuurlijk voorjaarsvakantie, hence de reden waarom ik nu een kleurtje in mijn gezicht heb. Tenminste, ik hoop dat jullie dat zien. Ik heb mijn best gedaan. We gingen naar het altijd mooie Curaçao. Was er nog nooit geweest, maar echt, het is iedere dag daar gewoon dik 25 tot 30 graden. Zelfs 's nachts. Dus we hebben heerlijk genoten, ik ben helemaal bijgekomen, helemaal zen. En weer vol goede moed om mijn hashtag healthy fit life weer op te pakken. Dat was ook weer nodig, want ik was alles weer aangekomen. Want op vakantie tel ik geen calorieën. Ik ben nu dus weer wel. Het is ook echt maandag vandaag, dus we kunnen echt op een frisse, echte maandagmorgen beginnen. Het was €164,15, wat echt best wel veel is. Maar zoals ik zei, we waren op vakantie, dus ik heb ook een heleboel dingen ook gewoon weg moeten gooien, omdat ze niet goed zijn. Of überhaupt vorige week niet gekocht. Omdat ik dacht, we gaan toch al binnenkort weg. Dus het was allemaal een beetje mager. Plus dat er natuurlijk ook best wel veel gezonde dingen kosten. Gewoon duurder. En ik heb natuurlijk veel gezonde dingen gekocht. Want ik wil afvallen weer. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving neer wat we ongeveer per dag gaan eten. In ieder geval voor het avondeten. Maar ik heb ook een aantal leuke snacks en lunchideetjes. Want ik kan natuurlijk altijd tijd om het allemaal uit te plannen. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals jullie zien is het ook echt een heleboel. We gaan gewoon beginnen met het begin. Ik heb hier kip liggen. Die gaan we vullen met spread en tomaten en een klein beetje spinazie, een klein beetje. En dan doen we dan een aubergine geroosterd bij. Uit de oven geroosterd, ja. Zoiets is een heel erg leuk receptje van gevulde kip met gegrilde aubergine. Inderdaad een beetje koolhydraatarm. We gaan dus niet alle spinazie ervan gebruiken. We gaan een keertje kabeljauw met wortel en ertjes eten. Daar ga ik zelf een remoulade sausje van maken met kappertjes enzovoorts. Er wordt dus ook helemaal yoghurt bij. Klein beetje daarvan. Dat kan ik ook nog voor avondsnacks gebruiken. We gaan een keertje Griekse salade met gehaktballetjes maken. Zeg het goed? Ja. Daar hoort ook een beetje van die sla bij. Dus ik heb een komkommertje gehakt. Feta, paprikaatje, tomaatje en ook een rood uitje hoort daarbij. En dus inderdaad sla. Als we met de kinderen zijn, die komen op donderdag weer terug. Dan doen we lekker kaasnietseltje met broccoli. Ik heb extra veel broccoli. En aardappelpartjes. Dan op vrijdag heb ik voor, in ieder geval voor mij en voor... ja, de kinderen kunnen eten, wat ook eten, mijn partner. Een soort van salade, garnalensalade-achtig iets. Het is een beetje een pokeball idee zonder de rijst en groente, gewoon weer met sla. Er hoort ook mais bij, julienne, komkommer, avocadootje. En ik heb nog hamburgers in de vriezer liggen, dus we kunnen echt ook voor de kinderen gewoon een hamburger bij doen. Daarnaast, want die houden niet zo heel erg veel van de garnaaltjes. We eten ook een keertje frittata, dat eten we op zondag. Dus dan heb ik lekker eieren, geitenkaas en courgette doe ik daar dan bij. En ook eventueel kan je daar wat van deze kaas bij doen. Vinden die kinderen ook allemaal prima natuurlijk. We eten sowieso ook een keertje friet met snacks. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 en friet met snacks maaltijden. Dus dan zijn we er voor een hele week als het goed is doorheen. Misschien dat ik nog wat extra sla moet kopen, maar dat wil ik niet te ver van tevoren kopen. Want zoals je ziet, het is maar tot 12 maart goed. En dat is het alweer bijna. Dus dan is het op een zondag misschien niet meer zo erg lekker. Dus we moeten even kijken of ik van de week nog even een zakje ophaal. Ik heb crystal clear gehaald. Ik heb eierkoekjes voor ook mee naar school en als tussendoortjes. Roomboter, want die was helemaal op. Ik heb als tussendoortjes ook kipfilet gehaald. Kalkoenfilet en boterhamborst voor op de crackers en zo. Ook filet americain daarvoor. Gerookte zalm is ook iets wat ik een keer bij een lunch ga eten. Gewoon op een cracker of op een boterhammetje. Extra sherry tomaatjes, want het is lekker om mee naar school te geven. En om tussendoortjes te eten. Mayonaise was ook helemaal op. We hebben magere melk voor een van de receptjes nodig. Plus dat ik het ook wel lekker vind om af en toe mijn shake met melk te doen. Siroop. Karamelpuddingjes van de Aramon High Protein. Deze zijn supervullend. Ze bevatten 20 gram proteïne. Ja, hier 20 gram proteïne. Dus die is lekker om na het avondeten. Heb ik altijd zin in iets zoets. Dan kan je dat lekker opeten. We hebben hummus ook. Ook voor de komkommertjes eventueel. Witte kaas ook weer. Ik weet het, dit is niet witte kaas. Of met de zalm of een cracker. Zo lekker.
extra avocado hoorde erbij. Ik zal een aantal van de lunchrecepten ook onderin zetten. Uit mijn hoofd weet ik niet meer precies hoe ik het had bedacht. Maar het staat allemaal in mijn MyFitnessPal. Ik heb ook olijven. Kan je ook met de geitenkaasbolletjes die daar liggen. Als ik er dan zo over heb, kan ik ook een lekker snackje maken. We hebben cola zonder cafeïne. Pakjes wiki voor mee naar school. Extra komkommers voor tussendoortjes. We hebben rode druiven, we hebben witte druiven. We hebben babybels voor mee naar school. Augurken, again, hele lichte tussendoor snack idee. We hebben mandarijnen en we hebben appels. We hebben peren en we hebben kiwis. Dus genoeg fruit weer. Dat is natuurlijk ook allemaal op nu. Ze zijn vanochtend naar school gegaan met een snackerjack en met blauwe bessen, want dat had ik nog over. We hadden nog smoltjes gekocht. Dit was een 3-pack, dus apenkoppen, yoghurtgummies en biggetjes. Ja, deze, die yoghurtgummietjes, die hadden we op vakantie en die hingen er echt als een jack doorheen. Dus ik dacht, ik zal ze voor thuis ook kopen. Helemaal lekker. Koekjes voor mee naar school en een ongezouten notenmix. Dat is ook super lekker om dat met een beetje druif of een appeltje of iets op te snacken als tussendoortje. En ook makkelijk om mee te nemen naar mijn werk. En dat was het dan alweer. Zoals ik zei, zal ik ook onderin uitschrijven wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief wat lunchideetjes die ik dus niet heb bedacht. En wat snackideetjes. Ik ga mijn best doen om een aantal keren een foto of een filmpje van te maken als ik het aan het opeten ben. Maar heel vaak vergeet ik het ook. Dus ik snap dat jullie willen zien van ja, hoe ziet het er dan uit? Ik ga mijn best doen. Fingers crossed dat het allemaal lukt. Je gaat het zien in deze video. Dus altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!